Gemeente, de tekstwoorden voor deze Goede Vrijdagavond staan in de schriftlezing, Johannes 19, het 30ste vers. Toen Jezus dan de edict genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Het gaat hier over het zesde kruiswoord. We letten op het adres van dit kruiswoord, de plaats en de tijd van dit kruiswoord en de overwinning die Christus behaalde met dit kruiswoord. Gemeente, jongens en meisjes, Goede Vrijdag lijkt wel de slechtste van alle vrijdagen te zijn. Want de Heere Jezus, die zo rijk het evangelie verkondigd heeft in heel het land, zoveel zieken genezen, mensen in nood heeft opgezocht en geholpen, hij is verraden door Judas. Hij is gevangen genomen, gegeeseld en bespot en de Romeinse rechter heeft zijn doodvonnis bekrachtigd en toen is hij aan het kruis vastgespijkerd. Boven zijn hoofd hangt een bord met de beschuldiging. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Daar hangt de Zoon van God aan het vloekhout. Veel vijanden staan rondom het kruis. De hoop van de discipelen is vergaan. Het zal nu toch gebeuren. Hun geliefde meester zal sterven. De Heer had wel tegen hem gezegd, ook dat hij na de derde dag zou opstaan. Maar die woorden hebben ze niet bewaard. Verbijstering en ongeloof houdt hun geest gevangen. En toch is Goede Vrijdag de beste van alle vrijdagen. Want de Heere Jezus vervult de schriften, de Bijbel, de profetieën. Hij betaalde de schuld, hij verzoende de zonde, hij opende de weg tot God, zodat verloren zondaars zoals u en ik bij hem mogen komen. En er gebeuren ook nog hele bijzondere dingen, want de aarde gaat beven en de rotsen scheuren en de graven gaan open en vele gestorven heiligen staan op uit de dood. Jezus heeft voor hen de dood al overwonnen. En die Romeinse hoofdman en de andere bewakers roepen uit, waarlijk, deze mens is Gods zoon. Goede Vrijdag was de vervulling van Grote Verzoendag. En Jezus heeft alles volbracht wat hij moest doen. Ja, Goede Vrijdag was toch de beste van alle vrijdagen. Want Jezus heeft, nadat hij de edict genomen had, met grote stem uitgeroepen op Golgotha vanaf het kruis, het is volbracht. Zesde kruiswoord. Staat in het middelpunt van de geschiedenis. Op de eerste bladzijde lezen we, alzo zijn volbracht de hemel en de aarde. En op de laatste, op een van de laatste bladzijden van de Bijbel lezen we, het is geschied. En tussen dat begin en dat einde staat het kruis op Golgotha. Waar Jezus uitriep, het is volbracht.
een van de laatste woorden van een stervende. Maar wat een verschil met een gewoon sterfbed. In de sterfkamer zijn meestal nog een paar familieleden aanwezig. Maar Jezus sterft aan publiek, ten aanschouwen van het hele volk. We moeten vaak de oren spitsen om nog een laatste woord van stervende lippen op te vangen. Maar Jezus' stem klinkt luid over de kruisheuvel. In dit kruiswoord spreekt de hoogste profeet. Hij heeft al zoveel gesproken. Hij heeft als de hoogste profeet het evangelie gepreekt in heel het land. Hij heeft al zoveel gesproken, maar aan het kruis spreekt hij nog. Ook de kruiswoorden zijn profetische woorden. Alles moet volbracht worden. Ook toen hij in het vorige kruiswoord klaagde over dorst, vervulde hij daarmee de schriften, de profetieën. Maar niemand reikte hem een druppel water aan. In plaats daarvan stak een van de soldaten een rietstengel omhoog met een spons daarop, doordrenkt met edik, een soort zure soldatenwijn. Op dat moment ging de schrift in vervulling: ze hebben mij in mijn dorst te drinken gegeven. Weet u nog? Nog niemand weet wat er gebeuren zal, behalve Jezus. Hij weet, mijn werk is klaar. Spoedig mag ik sterven en met mijn ziel, met mijn geest weer bij de Vader zijn. En dat weet hij als de hoogste profeet door de geest die op hem rust. Jezus heeft de edik gedronken, ook dat was naar de schriften, ook dat was geprofeteerd. Want de schriften getuigen dat wij door onze zonden de springader van het levend water hebben verlaten. En daarom zouden wij voor eeuwig moeten omkomen van dorst. Maar nu hangt hij daar. De bron van het levende water. En hij versmacht van dorst. En voor hem is er geen lafenis. Voor hem is er alleen maar zure wijn. Maar hij drinkt ze. Om nog even zijn mond te verfrissen. Opdat de schrift vervuld zal worden. En hij luidt dat overwinningslied zal laten klinken op Golgotha. En voor ons, opdat er een fontein geopend zal zijn, die opspringt tot in het eeuwige leven, waar wij gebruik van mogen maken. In zijn leven riep Jezus al op het Loofhuttefeest, toen dat ten einde was, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Die mag dat levende water weer doorgeven aan anderen. Toen Jezus de edik genomen had, zei hij: het is volbracht. In het zesde kruiswoord, het is volbracht, ontvangen wij van Gods wegen een boodschap. Een boodschap met deze inhoud. Die boodschap bestaat trouwens uit één woord. Die boodschap wordt als het ware geschreven door de Vader aan ons en ondertekend door de Zoon met zijn eigen bloed en voor ons speciaal opgeschreven
in de Bijbel, door de Heilige Geest. Een speciale adres is niet bij die boodschap. Staat geen adres op. De inhoud van die boodschap is voor ons allemaal. Toen, voor degenen die rond zijn kruis stonden, en nu voor allen die hier in de kerkzaal zijn en die dit woord horen. De inhoud van die boodschap bestaat uiteindelijk maar uit één woord, tenminste in de grondtaal. In onze Nederlandse vertaling zijn drie woorden nodig, hè? Het is volbracht. Maar in de grondtaal staat één woord en dan is het toch duidelijk. In het Nederlands zou je dat weer kunnen geven als je dat ook met één woord wil doen. Met bijvoorbeeld voldaan of volbracht of betaald. Eén woord maar. Maar een goed verstaander heeft niet meer nodig, want dat ene woord is wel genoeg. Al hebben we onze Bijbel vol met woorden, dit ene woord is het hart van alles. Het hart van het evangelie. Voldaan. Volbracht. Centrum van het evangelie. Eén woord maar. Tot zijn doel gekomen, zo zou je het ook kunnen zeggen. Meer niet. En er is niets of niemand die dit ene woord ooit nog tot zwijgen zal kunnen brengen. Het staat in de Bijbel en het gaat tot aan de komst van Christus heel de wereld over. Aan jong en oud is dit woord gebracht. Daarom zei ik daarnet, het is ook voor ons allemaal bestemd. Aan iedereen die het leest en hoort. U krijgt deze boodschap van Gods wegen vanavond op Goede Vrijdag. Ook u die meekijkt of die meeluistert. Een boodschap van God. En de Heilige Geest wil die woorden schrijven in ons hart. En als dat gebeurt, dan worden wij een leesbare brief van Christus. Als u leven mag uit dat volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus. Het volle evangelie van de verzoening wordt samengevat in dat ene woord. Volbracht, dit is een bijzonder woord, want het is een woord gesproken uit de mond van Jezus. Wij hechten bijzonder veel waarde aan een woord dat door een stervende gesproken wordt in het laatst van zijn leven. We vragen wel eens als iemand is heen gegaan, heeft hij of zij nog iets gezegd? Dat betekent dat wij veel waarde hechten aan een woord dat iemand in zijn laatste levensuur nog spreekt. Hoeveel te meer geldt dat voor de laatste woorden, de zeven kruiswoorden, die door Jezus zijn gesproken aan het kruis. Het volle evangelie is erin samengevat. Het is onpeilbaar diep van inhoud en onzegbaar groot van rijkdom. Dat was ons eerste aandachtspunt. Het adres van dit kruiswoord. We komen nu tot het tweede, de plaats en de tijd van dit kruiswoord. Wanneer sprak de Heere Jezus dit woord? Dat woord heeft Jezus gesproken na het dieptepunt van zijn lijden. Johannes maakt in het evangelie geen melding van de drieuurige duisternis en van die bange klacht aan het vierde kruiswoord, toen de Heere Jezus uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar als wij schrift met schrift vergelijken, dan moeten wij aannemen dat die duisternis heeft plaatsgevonden
met het vierde woord van de verlatenheid, plaatsgevonden voorafgaand aan het vijfde en het zesde kruiswoord. Mij dorst, in vers 28 in ons hoofdstuk, en het is volbracht in onze tekst in vers 30. En dat valt na het dieptepunt van zijn lijden, die drieurige duisternis, en dat de Heere Jezus door God verlaten werd. Heel zijn leven lang heeft hij gesteund op zijn Vader. De Vader hoort mij altijd, sprak hij een keer. En nu, in dit dieptepunt, nu hij in zijn grote nood om zich heen grijpt naar steun bij zijn God en Vader, nu is God verdwenen. Zijn Vader heeft hem verlaten. Nu is hij alleen. Wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? Daarna is het weer licht geworden op Golgotha. En dat zonlicht heeft ook de Heere Jezus iets te zeggen. Want het is de zon van zijn Vader die weer schijnt. En dat betekent voor de Heere Jezus aan het kruis dat hij weten mag dat de duisternis van de vloek voorbij is. Dat hij mag weten, de schuld is verzoend, de strijd is gestreden. Het aangezicht van de Vader is weer tot mij gewend. Het dieptepunt is voorbij. In dat zonlicht ziet Christus zijn leven als een flits voorbij trekken. Hij weet dat nu het moment gekomen is dat hij mag gaan sterven, nu al. Het is niet meer nodig dat hij nog urenlang hangt te lijden aan het kruis, zoals dat bij de gekruisigden meestal gebeurde. Hij mag zijn leven nu afleggen als de goede herder voor zijn schapen. En hij legt zijn leven af. De dood overkomt hem niet. De dood overvalt hem niet. Zijn hoofd zonk neer op zijn borst. Die beweging maakte hij bewust. En dan lezen we in vers 30. Het hoofd buigende gaf hij de geest. De geest is niet van hem weggenomen, maar er staat hij gaf de geest. Dat betekent dat zijn sterven een daad was van hemzelf. Bewust blies hij de laatste adem uit. Het is de kroon op zijn offerwerk. Bij ons is dat anders. Dat weet u wel. Als wij sterven, wordt onze geest van ons genomen. Maar de Heere Jezus bepaalt zelf het einde van zijn leven. En hij gaf zijn geest in de handen van de Vader. En dat was noodzakelijk, want de bezoldiging der zonde is de dood, zegt de Bijbel. En nu heeft hij, Jezus, in zijn sterven borgtochtelijk de dood gedood en verslonden tot een eeuwige overwinning. En zo breken op Goede Vrijdag reeds de eerste stralen van Pasen door, omdat hij sterft in gemeenschap met zijn Vader. Vader, hij kan weer Vader zeggen. Eerste kruiswoord begon hij met Vader. Het dieptepunt van het vierde zei hij, God. Wel, mijn God. Maar het laatste kruiswoord, het zevende kruiswoord, zegt hij weer, Vader.
Het is volbracht. Zijn sterven stond al in het teken van Pasen. Hij kon heen gaan in volle vrede. En zo heeft hij het mogen uitroepen. Het is volbracht. Wat een rijk woord. Dat kun je allemaal niet zomaar in één keer naar boven halen wat erin zit. Ik probeer vanavond wel een aantal dingen te noemen, maar uitgeput raakt dat nooit. Wat is dat echt menselijk? Want Jezus was niet alleen de Zoon van God. Hij was voor 100% mens toen hij daar hing aan het kruis in die Godverlatenheid. En daar moet u eens aan denken. Als u met een zucht van verlichting Jezus hoort zeggen, het is volbracht. Dat werk is klaar. Dat zware werk wat ik op me genomen heb, is klaar. Volbracht is datgene waar ik zo tegenop gezien heb, waar ik voor huiverde in de hof van Gethsemane, toen ik vroeg, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar u wil geschieden. Zo is dat woord van de Heere Jezus een verlossingswoord, een overwinningswoord, dat in triomf wordt uitgesproken als van een borg die de gehele last die op hem gelegd was, volbracht heeft. Het is volbracht, voldaan, betaald. Zie op deze gekruisigde zaligmaker, als uw leven u lief is, gemeente. En als u hem kennen mag door het geloof, blijf op hem zien. Hij is het alleen. Iedere dag. En tot in alle eeuwigheid. Het is wel goed om te vragen. Wat heeft Jezus nu eigenlijk volbracht? Waar slaan deze woorden precies op? Wat is er volbracht? Zijn messiaanse werk, waarvoor hij gekomen was, is dat volbracht? Nee, nog lang niet. Hij moet nog sterven, hij moet nog opstaan, ten hemel varen, zitten aan Gods rechterhand, wederkomen ten oordeel en het koninkrijk overgeven aan zijn Vader. Maar wat is er dan volbracht? Is zijn vernedering volbracht? Ook niet. Want hij moet nog sterven en begraven worden. En dat hoort ook tot zijn vernedering. Maar wat dan wel? Wat bedoelt Jezus als hij zegt, het is volbracht? Gemeente, dat slaat hier in de eerste plaats op de bewuste in lichamelijk en geestelijke pijn doorleefde vernedering. Dat is volbracht. Het straflijden is volbracht. Dat lijden waarin hij als de tweede Adam zich borg heeft gesteld en actief moest optreden om zichzelf te geven. Dat is volbracht. Het drinken van de lijdenskelk die de Vader hem gegeven heeft en die wij door onze zonden hebben gevuld, is volbracht. Die heeft hij leeggedronken tot op de bodem, tot op de droesem van de helse benauwdheden toe. Maar hij heeft de beker geledigd. Volbracht is de zware taak die de Vader op hem gelegd had, als de knecht des Heren. Volbracht is de spot en de hoon die hij ontvangen moest van de priesters en de ouderlingen en het volk en de soldaten en een massa mensen. Het werk van de verzoening is volbracht. Nu is het moment gekomen dat de boze ophoudt.
Nu mag de vermoeide gaan rusten aan het hart van zijn vader. Volbracht is de overwinning op de vorst der duisternis. De kop van Satan is vermorzeld. Satan zal niets meer tegen hem kunnen uitrichten. En hem ook niet meer kunnen verzoeken. Want hier aan het kruis, op Golgotha, is de overste van deze wereld geoordeeld. Dat is de duivel. Volbracht is de raad van God, de opdracht die de Vader hem gegeven heeft vanuit de eeuwigheid om te lijden en te sterven voor de zonde van de wereld. Hij kan u zeggen, Vader, hier ben ik. Ik heb woord gehouden. Alles wat ik opgenomen heb om te zullen doen, heb ik gedaan. Ik heb de zonde van mijn volk geboet. Ik heb de schuld betaald. Ik heb de ongerechtigheid verzoend. Aan het recht van God is genoeg gedaan. De vergeving der zonden is verworven. Kortom, aan al de eisen van Gods wet heeft hij voldaan. Die wet heeft nu zijn veroordelende kracht en zijn verdoemende kracht verloren. Voor ieder die in hem gelooft. Dat hoort er wel bij. Neem de proef maar op de som, gemeente. Als u door het geloof de toevlucht neemt tot hem, zal uw ervaring zijn dat uw zonde is verzoend, dat uw schuld is betaald, dat de toorn van God is geblust, dat de duivel zijn vangst is ontnomen en dat de dood is verslonden tot overwinning. Dat werk is af. En weet u wat hij ook volbracht heeft? De ceremoniële wet. Die heeft hij ook volbracht. Al die offeranden en de ceremoniën in de tabernakel en later in de tempel, die heilige dingen, die wezen daar allemaal op. Alles had iets in zich van de betekenis van Christus. En dat dat waar is, dat hij dat volbracht heeft, dat zien we als hij de geest gegeven heeft. Want wat gebeurt er dan? Als Jezus de geest geeft, dan scheurt de hand van God het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden. En ligt het heiligdom zo open en bloot voor iedereen te kijken. Dat betekent, de ceremoniële wet is vervuld. En toen hij over dood en graf heen zag... toen mocht hij na zijn volbrachte werk ingaan in de rust. Nu heeft hij vrede in zijn hart. Hij kan voor de Vader verschijnen. Hij heeft volkomen verlossing en genoegdoening en gerechtigheid en heiligheid aangebracht. Hij heeft ook alles volbracht wat de Bijbel, de Schriften, het Oude Testament geprofeteerd heeft over zijn lijden en zijn pijloos diepe vernedering. Zijn leven naar de wil van God, denk aan Jesaja 53, het staat er vol van. Dat was het tweede, plaats en tijd. En nu nog het derde, de overwinning die hij behaalde. In dit kruiswoord. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 21, vers 6. Gewis, gij zult al de eeuwen door hem met uw gunst verzellen. En vers 11, want tegen u heeft dit geslacht een goddeloos kwaad besloten. We zingen nu uit Psalm 21, vers 6 en vers 11. Adres van dit kruiswoord, wij allemaal, nu. Plaats en tijd aan het kruis op Golgotha, na de diepte van het vierde kruiswoord, na
de verlatenheid door zijn vader. En nu de overwinning die hij behaalde aan het kruis. Hij heeft het eeuwige leven verworven. Hij kan zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Ik ben het lam, zonder gebrek. Ik heb niets gedaan wat verkeerd was. Ik heb niets nagelaten wat mij opgedragen was. Geen woord uit de schriften is onvervuld ter aarde gevallen. Heel zijn leven tussen kribbe en kruis, 33 jaar lang, is het zijn spijs geweest om te doen de wil van zijn hemelse vader. Het is volbracht. Dat is een overwinningsuitroep. Een jubel aan het kruis. Hij sterft niet als een vertwijfelde moordenaar, maar als een die volkomen zeker is van zijn zaak. Hij sterft als borg en middelaar. Hij sterft als plaatsbekleder voor mensen die bang zijn voor de dood. Was het maar toe op uzelf. En die voor God niet kunnen bestaan. En die tot God komen met het gebed, o God, mag ik toch alstublieft genade ontvangen vanuit dat volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus. Want in mezelf kan ik voor u niet bestaan. Weet u wat ook nog opvalt in dit kruiswoord? Christus zegt hier niet, ik heb alles volbracht. Maar er staat, het is volbracht. Voelt u daarin zijn bescheidenheid? Hij zoekt zichzelf niet. Christus is geen heldhaftige martelaar of een heroïsch figuur. Nee, hij spreekt vanuit Gods plan. Vanuit Gods raad. Daar gaat het om. Hij bedoelt hier niet zijn eigen eer, maar de eer van degene die hem gezonden heeft. Hij is hier ook de knecht van zijn vader. En het welbehagen van zijn vader zal door zijn hand, door zijn toedoen, door zijn volbrachte werk gelukkend voortgaan. Ook toen die scherpe spijkers van onze zonden door zijn gezegende handen zijn gedreven. Die handen nodigen ons. Kom toch allen die arm bent en ellendig tot mij. De verzoening is aangebracht. Laat u niet afschrikken. Ik ben gewillig om u te ontvangen. Je hoeft niet verloren te gaan. Geef je met al je zonden maar over aan mij. Je hoeft niets te doen voor je eigen verlossing. De overwinning is al behaald. U hoeft uw zonde niet te betalen. U hoeft uw schuld niet te boeten. Ja, ik zeg er wel bij. Als u in mij gelooft. En als u in mij het leven vindt. En als u aan mij genoeg hebt. En op mijn offer steunt en vertrouwt. De toegang tot de troon van de genade is geopend. De volle zaligheid is verworven. U hoeft niets meer te verrichten, arme zondaar. Want ik heb alles gedaan wat de wet van God van u eiste. Het is volbracht. Wat een rijke evangelie, hè, gemeente.
dat rijke woord. Daarmee strekt Christus zijn middelaarsarmen naar u toe. En hij zegt, wat komt u tekort? Hebt u schuld? Hier is alles wat u nodig hebt. Kunt u uw leven niet rondkrijgen in overeenstemming met de wil en de wet van God? Ik heb alles volbracht. Ik heb de wet van God vervuld. En wat deelt hij graag uit, de Heer Jezus? Deze middelaar, die alles heeft volbracht, staat dag en nacht gereed om arme zondaars te helpen en te schenken wat ze nodig hebben. Gelooft u dat toch, gemeente? Gelooft dat toch? Laat u niet weerhouden door ongeloof. Maar geef u over in geloof aan hem. Hij is zo gewillig. Hij wil zo graag dat u gebruik maakt van zijn nodiging in dat volbrachte werk. Hij is volkomen zalig maken. Dit woord is bestemd voor ieder die het hoort. Voor zijn vijanden en voor zijn vrienden. Maar wie verstaat die overwinningsuitroep? Zijn vijanden niet, want die denken, nu is het gebeurd met zijn rijk. En zijn vrienden ook niet, want die zitten in zak en as. Hebt u begrepen dat de volkomen zaligmaker een volkomen werk heeft gedaan? Luister dan naar de stervende borg. Het is volbracht. Gemeente, wat is op deze Goede Vrijdag onze roeping en onze blijdschap? Dat is als je leeft uit Jezus' volbrachte werk. De overwinning is behaald. De dood en de hel hebben hun macht verloren. Jezus heeft de kop van de vijand verslagen. In de eerste plaats tot eer van zijn vader. Jezus schuift als het ware het wolkendek voor het aangezicht van de vader weg. Nu kan de vader met zijn hand op het offerlam zeggen, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Want het is volbracht. Gemeente, en als je deze liefde van God in Christus versmaadt, als je eraan voorbij gaat, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan ben je alleen met je schuld. Het leven onder de wet is zo hard en het leven uit genade is zo blij en vrij en zalig. Rechtvaardiging en heiliging liggen in deze overwinningsuitroep besloten. Het is nimmer de nimmer opdrogende bron van altijd nieuwe verkwikking en vertroosting. De Heer Jezus is aan het kruis voor mij gestorven. Welke listen de duivel ook mag bedenken, voor dit heerlijke kruisevangelie moet hij terugdeinzen. En als alles ons dan eenmaal ontvalt, in het uur van onze dood, en dat komt een keer, dan draagt het woord van deze middelaar ons in volle vrede over de doodsjordaan heen, tot bij de troon van God. Het is volbracht. Een woord dat de hel uit zijn voegen ligt en de hemel met eeuwige lofzangen vervult en het hart van Gods kinderen vrede schenkt, die alle verstand te boven gaat.
Het maakt ons in hopen zalig. Maar de dood is verslonden tot overwinning. En daar hangt nu het levenloze lichaam van de Heere Jezus. De levensvorst. Zijn handen die zoveel hebben zegen hebben verspreid doorboord. Zijn voeten die het land doorgegaan zijn om goed te doen, het evangelie te prediken en zieken te genezen, zijn vastgenageld. Zijn mond sprak altijd tot Gods eer en nu zwijgt hij. Maar Gode zij dank zwijgt hij niet voorgoed. Hij die gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. En zo horen we in dit kruiswoord toch de eerste tonen van Pasen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Gemeente, als u het leven zoekt, moet u bij hem zijn. En moet u hier zijn. Ik ben echt blij dat ik u allemaal hier zie zitten. Want hier werkt God in het bijzonder. En de woorden die ik mag spreken over God en de Heere Jezus en de Heilige Geest, zonde en genade, die bedoelt God echt voor u allemaal. Als u het leven zoekt, moet u hier zijn. Bij de gestorven zaligmaker op Goede Vrijdag. Die de overwinning heeft behaald. Zijn dood is het leven voor mensen die midden in de dood liggen. Niemand hoeft in zijn zonde te sterven. Als ik zie wie ik ben en wat ik verdiend heb, dan ben ik verloren. Maar als ik zie wie hij is en wat hij gedaan heeft, dan ben ik behouden. Voor wie hem door het geloof omhelst, is de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Dan is Goede Vrijdag toch de beste vrijdag van alle dagen. Ik eindig met een kinderlied. Misschien hebben de kinderen of onze jeugd dat nog in hun geheugen van vroeger. Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. Ik zie het houten kruis. Zie wat de mensen doen, dat Jezus sterven moet. Want dat gebeurde toen. En daarna wordt het stil. Het is donker als de nacht. Ik hoor opnieuw zijn stem die roept, het is volbracht. Toen stierf hij. Aan het kruis. Toen was de pijn voorbij. O, ik weet meer dan ooit dat hij dit deed voor mij. Mag je dat zeggen? Mag je dat weten? Dan ben je echt gelukkig. Voor eeuwig.